De flessenconcerten van Ger Couvreur zijn de status vanuit de hand gelopen hobby inmiddels al lang voorbij. Bezoekers komen van heinde en verre om hem in actie te zien. Zelfs de burgemeester maakt graag goede sier met de talentvolle kastelein. Hij is een tijdje geleden nog geweest met de Chinese delegatie. Op de flessen gerammeld en... Geweldig. Toch kreeg Couvreur pas geleden een brief van de gemeente waar hem de wacht wordt aangezegd. De kastelein moet onmiddellijk stoppen met zijn concerten, anders volgt een boete van 1000 euro. Volgens de behandeld ambtenaar overtreedt de kastelein als percussionist de toegestane geluidsnorm. Zeikers? Ik weet het niet. Onzin. Laat die man lekker. We hebben nog dopjes voor in je oren hoor. Eventueel, als je dat wil. Maar het is toch gezellig? Ik vind het wel grappig, maar ja, ik snap wel als je dat de hele dag aan moet horen dat je dan wel een beetje gek wordt. Iemand uit de buurt van het café zou hebben geklaagd bij de gemeente. Ger Couvreur heeft geen idee wie erachter zit. Totaal geen idee. We hebben wel... Ogenblik. Hey, Tony, alles goed jongen? Ik moet even opnieuw, want je hoort het. Iedereen zegt, hey, hoe is het met dat rammeltje, hoe is het met je flesjes? Maar hoe is het met de klachten, wie zit erachter? Ja, ik wou dat ik dat wist. En ondanks de waarschuwing van de gemeente is de kastelein na 24 jaar niet zomaar van plan om zijn hobby op te geven. Volgend jaar besta ik 25 jaar en ik probeer het nog wel zo lang vol te houden. Proberen, ja, als het mogelijk wordt gemaakt. Couvreur hoopt dat de burgemeester als superfan nog een goed woordje voor hem kan doen. En ik denk niet dat hij hier vanaf weet, anders had hij maar wel gebeld. Denk ik. Peter? En mocht het telefoontje van hogerhand uitblijven, dan zullen de kastelein en de instrumenten op zoek moeten naar een ander leven.